Ja, dus eigenlijk, we hebben het terras verbouwd naar aanleiding van corona vorig jaar. Toen is het voor het eerst eigenlijk gebruikt als terras, omdat er een tijdelijk terras nodig was voor de stadskantine. En dat is eigenlijk zo mooi geworden. En Mark van de stadskantine heeft daar goed zijn best gedaan. Hebben we eigenlijk de aanleiding daarin gezien om daar een mooi buitenverblijf. Want onze huurders zaten hier ook al in de zomer. En dat zijn we nou helemaal mooi aan het maken. We zijn wat plantjes aan het verzetten. We zijn de tegeltjes aan het verleggen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van deze verbouwing. Op het terras staan ook groentjes van de stadskantine. Die zijn deels verplaatst, die zijn nu naar achteren verplaatst. Die zijn al een jaar of vier, is de stadskantine mee bezig. Wordt in zijn producten verwerkt en dat wordt nu weer een stukje uitgebreid. Dus dat wordt er alleen maar beter op. Na de verbouwing zijn er nog meer plannen. We zijn natuurlijk nu al een jaar in corona op onszelf aangewezen. We proberen de community weer nieuw leven in te blazen. Dus we hebben bedacht afgelopen jaar... God, zullen we met z'n allen een kwartier bier gaan brouwen. Dat gaan we samen met de stadsbrouwerij doen. En we beginnen toevallig volgende week met de eerste proeverij. In mei zullen we het brouwproces starten. En het doel is om in het voorjaar, of in het najaar misschien wel, afhankelijk van de coronamaatregelen, het ontkerken van ons eigen bier hier op ons nieuwe terras te gaan doen. Samen met onze huurders die daar naar aan het smachten zijn.